Hallo, ik ben Maureen de Vries. Ik ben de gastconservator van deze tentoonstelling, Sosakuhanga in Japan Museum Sieboldhuis. En daarnaast ben ik de conservator van het museum Nihonohanga in Amsterdam, waar deze mooie prenten vandaan komen. Ik ben Japanoloog en ik ben groot liefhebber van dit soort prenten. En ik wil daarom jullie graag iets meer vertellen over deze tentoonstelling. De creatieve prentkunst uit Japan, daar gaat deze tentoonstelling over. Dus ik heb voor deze ruimte gekozen om te laten zien hoe deze kunstbeweging eigenlijk is ontstaan. En dat kunnen we heel goed terugzien in het werk van Yamamoto Kanai. In de vitrine achter mij ligt een boekje uit 1904 waar hij een prent heeft gemaakt van de visser. En dit wordt eigenlijk gezien als de eerste creatieve prent. Als we het hebben over de creatieve prentkunst, dan moet je eigenlijk sowieso al die term uitleggen. Wat betekent nou die creativiteit in die prentkunst? En het bijzondere aan het werk is wat achter mij ligt, is dat hij als eerste eigenlijk een guts in zijn hand heeft genomen en zelf de blokken heeft gesneden. Als je kijkt naar de traditie van de Japanse prentkunst, was het vaak een proces waarbij meerdere partijen zich mee bemoeiden. Dus je had een uitgever, een bloksnijder, een drukker en dan had je eigenlijk de kunstenaar die vrijwel alleen maar het ontwerp aanleverde. En er komt dus een soort verandering in die benadering van de prentkunst rondom de eeuwwisseling. En het heeft onder andere te maken met de import van heel veel westerse kunst, maar ook westerse ideeën over kunst. Dus ook in deze ruimte is daar aandacht voor, in de vorm van Japanse tijdschriftjes over westerse kunst. En dat laat een beetje zien dat Japanse kunstenaars steeds meer gingen spelen met het idee van hun eigen creativiteit uiten in hun werk. En het is natuurlijk wel opmerkelijk dat ze daarvoor houtsneden, een hele traditionele Japanse vorm van kunst, hebben gekozen om het daarin te uiten. En we zien hier dus ook een aantal voorbeelden van die eerste ideeën die tot uiting komen van Yamamoto Kanai en ook een goede vriend van hem, Ishihakete, die hangt ernaast. En de prent van Ishihakete, als je het op het eerste gezicht ziet, zou je denken dat het meer een traditionele Japanse prent is van een geisha met een inzet van een landschap. En je ziet dus dat in deze beginperiode dat de kunstenaars heel erg aan het zoeken zijn naar hoe ze die creativiteit kunnen uiten in hun prenten. Dus het schuurt nog een beetje stilistisch gezien aan tegen die traditionele Japanse prentkunst. Maar tegelijkertijd proberen ze ook echt te experimenteren. Want de prent die ernaast hangt is bijvoorbeeld van dezelfde kunstenaar. En dit is een van de weinige werken die hij zelf heeft gemaakt. Dus echt zelf met een guts het houtblok heeft gesneden en gedrukt en ook in eigen beheer heeft uitgegeven. En Yamamoto Kanai was dus echt een soort sleutelfiguur voor deze beginperiode. Omdat hij dus heel erg ermee bezig was wat een creatieve prent nou betekent. Dus we zien in zijn werk dat hij op een goed moment ook naar Frankrijk afreist om dus echt zich onder te dompelen in de westerse kunst. En voor veel van deze kunstenaars betekende dat juist schilderkunst. Dus je ziet bij Yamamoto Kanai dat hij naar Frankrijk gaat in Parijs met een hele groep Japanse kunstenaars. En in eerste instantie kan hij niet zo heel goed aarden daar. Maar op een gegeven moment vertrekken ze voor een periode naar Bretagne, waar hij dus het licht ziet van de traditie van de Sosakuhanga, moet ik zeggen. En hij begint dus daar prenten te maken. En de eerste prent die je hier aan de muur ziet, is dus ook een werk wat hij onderweg heeft gemaakt van Japan naar Europa. Dus het is een vrouw die op het dek staat en het water komt over het schip heen. Je ziet ook de touwen daar hangen. En hij heeft dit werk dus in Parijs gesneden. Hij had ook echt materialen meegenomen. Hij had kersenhout meegenomen en gutsen en Japanse pigmenten en papier om dus die prenten te maken. En wat zo leuk is aan Yamamoto Kanai is dus dat hij zijn werk wilde delen met mensen in Japan. Dus met behulp van zijn vader heeft hij toen meerdere prenten gemaakt en die opgestuurd. En zijn vader die distribueerde die prenten onder zijn abonnees eigenlijk, zou je kunnen zeggen. En ook in deze tentoonstelling hebben we daar heel veel mooie voorbeelden van.
van Franse landschappen tot aan badende Bretonse vrouwen. En ook hij heeft toen bij terugkomst in Japan heeft een heel mooi portret gemaakt van een Bretonse vrouw. Yamamoto Kanai is dus echt een beetje de vader van de creatieve prentbeweging en heeft echt ervoor gezorgd dat het een soort start heeft gemaakt waarin dus de kunstenaar zijn eigen autonomie kon behouden in zijn werk, maar wel dus de traditionele reproductievorm van houtsneden daarvoor gebruikte. Het respect voor de traditionele Japanse prentkunst is duidelijk voelbaar in het werk van wat we noemen de eerste generatie creatieve prentkunstenaars. En wat heel erg leuk is bij deze kunstbeweging is dat er echt een soort kruisbestuiving is tussen het Westen en Japan het Oosten. We zien bijvoorbeeld in het Westen dat heel veel kunstenaars geïnspireerd zijn door de traditionele Japanse prentkunst. En daardoor ontstaat ook een beweging van westerse kunstenaars die zelf interesse krijgen in hoe je zo'n prent nou maakt. En één zo'n kunstenaar die naar Japan is getrokken is Emil Orlik. En deze kunstenaar heeft ook daarnaast een hele grote invloed gehad op een aantal jonge Japanse kunstenaars, omdat hij zo gek genoeg was om een bloksnijder uit te nodigen in zijn hotelkamer om te laten zien hoe je nou zo'n prent maakt. Terwijl het idee in Japan van je eigen prent maken best wel ver van de kunstenaar, het kunstenaarschap stond. Dus Emil Orlik is van grote invloed geweest op onder andere Oda Kazuma. En Oda Kazuma is een kunstenaar die zich bezighield met lithografie. In deze prent van Oda Kazuma zien we dus, dit is een van de weinige lito's die in de tentoonstelling hangt. Want hij was dus niet zozeer creatieve prentmaker, maar een creatieve lithograaf. En dit is een van zijn vroege werken waar hij dus de drukte laat zien op een straat in Dotonbori. En dit is dus in Osaka en het was destijds dus een uitgaansplek waar dus ook eigenlijk een soort nieuwe cafécultuur ook aan het ontstaan was. En deze prent stamt uit 1917. En we zien dus ook op de prent zien we Café Paulista. En Café Paulista is een keten van cafés wat heel erg belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van de koffiecultuur in modern Japan. Dus het is heel erg leuk dat een kunstenaar ervoor kiest om zo'n drukke straat weer te geven. En je ziet dus allerlei traditionele elementen van dames in kimono, gepaard met mannen in pakken en westerse parasolletjes versus Japanse paraplu's en zo. En dus ook die cafécultuur die daar naar voren komt. Binnen de eerste generatie creatieve prentmakers zien we ook Tobari Kogan terugkomen. En in de tentoonstelling zijn meerdere werken van hem te zien. Niet alleen op de muur met de eerste creatieve prentmakers, maar ook zo op de bijzondere muur met moderne vrouwen aan de andere kant. Maar Tobari Kogan is een beetje een apart figuur, omdat er veel onduidelijk is over zijn werkwijze. We hebben hier een prent hangen van een profiel van een vrouw, van een studente. En het is eigenlijk, als u de prent van dichtbij kunt bekijken in de tentoonstelling, zult u zien dat er een hele mooie laag mica over de achtergrond, de grijze achtergrond, is gedrukt. Dus je hebt echt een soort zilvereffect. En helaas vertaalt dat vaak niet zo heel erg goed naar beeld. Dus dit is echt een van de prenten die u in het echt zou moeten zien. Tobari Kogan was dus aan de ene kant erg geïnspireerd door de ukiyo-e, oftewel de traditionele Japanse prentkunst. En dit komt met name doordat hij een periode in Amerika heeft gestudeerd, waar hij gek genoeg pas voor het eerst daarmee in aanraking kwam. En zoals veel van de vroege creatieve prentmakers werkte hij waarschijnlijk met
professionele drukkers en bloksnijders. En alhoewel daar dus nogal wat onduidelijkheid over is. Maar één ding is zeker, hij had ook wel een idee met zijn prenten, want al deze prenten vallen onder zijn distributieclub. Dus net zoals Yamamoto Kanai, die zijn prenten ook verkocht aan abonneehouders, deed Tobari Kogan dat ook. Dat hield in dat hij een select aantal geïnteresseerden had voor wie hij die prenten specifiek maakte. En dit was een manier voor veel van deze kunstenaars om hun werk te verkopen en gecontroleerd te verkopen zonder hulp van een winkel of van een galerie of zoiets dergelijks. En we zien in het werk van Tobari Kogan ook een invloed van bijvoorbeeld modern expressionisme in zijn prenten van circusartiesten die hier ook hangen. En die geven eigenlijk een heel ander beeld van zijn werk. Kogan was zelf ook heel erg betrokken bij de ontwikkeling van de eerste Japanse creatieve prentvereniging. En onder die paraplu heeft hij ook een boek uitgegeven over hoe je een prent maakt. Dit was eigenlijk bedoeld voor mensen om te leren hoe ze een houtsnede zelf konden maken. En ook in de tentoonstelling is daar het boekje is daarvan te zien. En dezelfde prent van deze studenten is op de cover daarvoor gebruikt. Een van de meest expressieve vroege creatieve prentkunstenaars is Tanaka Kyokichi, die achter mij hier te zien is. En Kyokichi heeft in de periode van 1914 veel samengewerkt met een andere belangrijke kunstenaar, Onchi Koshiro. En op dit moment waren ze allemaal nog jonge studenten aan de universiteit in Tokio. En ze kwamen met het idee om een eigen publicatie uit te geven, genaamd Tsukuhai, ofwel Reflecties van de Maan. En het idee achter deze publicatie was om hun eigen gemaakte prenten te koppelen aan poëzie. En dit in een kleine oplage uit te geven. En wat zo bijzonder is aan het werk van Kyokichi is dat zijn interne strijd heel duidelijk te zien is. Hij werd al op vrij jonge leeftijd werd hij erg ziek. Dus zijn werk laat heel duidelijk zien een bepaalde terging die hij die naar voren komt. Onder andere in het werk met de castrator en een klaproos. En klaproos is was een belangrijke bloem voor hem die ook vaak voorkomt in zijn eigen poëzie. En Tsukuhai was dus eigenlijk van korte duur, omdat hij zo ziek werd. En de samenwerking tussen Onchi en Kyokichi deed veel met Onchi toen hij kwam te overlijden. Maar hun visie op het idee van de houtblokprent was wel duidelijk wat zij dus schreven in hun eigen portfolio. En zij schrijven dus in 1914 in een reclamefolder die door de kunstenaars van Tsukuhai destijds was uitgegeven. Houtblokprenten zijn unieke kunstwerken in Japan. We houden echt van deze prachtige kleine kunstvorm waarbij de beitel in hout wordt gezet. De manier waarop onze zielen tot leven komen door de bijzondere eigenschappen van dit medium heeft iets wonderbaarlijks. Voor ons zijn houtblokprenten te mooi om beperkt te blijven tot de hobbywereld. We hebben besloten maandelijks een kleine verzameling van onze werken te publiceren. Onze wens is om uit hout te snijden waar onze zielen naar verlangen en mensen te ontmoeten die onze kunst kunnen waarderen. We verwelkomen iedere vorm van steun van hen die houden van het houtblok en delen in onze liefde voor deze nog in de kinderschoenen staande, doch oprechte onderneming. Deze tekst geeft ook heel duidelijk aan dat de creatieve prentkunst nog heel erg in de kinderschoenen dus stond in die periode. Maar iets wat al deze kunstenaars met elkaar verbindt, is dat ze dus een echte liefde hadden voor de houtblok en het dus ook zoveel mogelijk wilden delen. De kunstenaars van Tsukuhai hadden het in een tekst er al over dat ze er wilden voor zorgen dat de creatieve prentkunst buiten de hobbywereld treedt. En in deze periode zie je heel erg dat kunstenaars zichzelf hobbyisten noemen of amateurs. En dat hoeft niet per se iets negatiefs te zijn. Maar tegelijkertijd is er toch in de beweging ook wel een soort verlangen naar erkenning.
En een gedeelte van de kunstenaars, van die eerste generatie kunstenaars, zoals Tobari Kogan en Yamamoto Kanai, die werkten ook samen mee aan het ontwikkelen van de Japanse creatieve prentvereniging, oftewel de Nihon Sosaka Hanga Kyokai. En deze werd in 1918 opgericht en was de eerste vereniging die zich succesvol inzette voor het promoten eigenlijk van Sosaka Hanga, oftewel de creatieve prentkunst. En ze hadden drie doelstellingen voor hun vereniging. Eén was het uitgeven van drukhandleidingen voor koperplaten, litho's en houtblokprenten. En we zien dus al dat Tobari Kogan zo'n, onder andere als een van de leden, zo'n boekje heeft uitgegeven. Maar er zijn er, ik geloof, meer dan 20 in de periode van het bestaan van de vereniging zulke soort boekjes uitgegeven. Ze wilde zorg dragen daarnaast voor acceptatie van prenten bij de officiële overheidstentoonstelling De Bunten. En ze wilde lessen organiseren gericht op het werken, met koperplaat, lithografie en het maken van houtblokprenten aan de Kunstacademie van Tokio. Maar eigenlijk hun overkoepelende doel was het bereik van hanga vergroten. En de vereniging organiseerde de eerste tentoonstelling in januari 1919 met werken van kunstenaars van binnen hun vereniging. En je moet je hierbij voorstellen dat het eigenlijk een vrij kleinschalige tentoonstelling was in een winkel, in een department store. En een vrij lange periode heeft dat een beetje zo geduurd. Ze hadden jaarlijks wel tentoonstellingen, maar het was vaak een beetje op kleine schaal. En ook de poster die hierachter hangt is van een tentoonstelling, maar in een Marubishi winkel. Dat was meer een soort van winkel waar ook kleding, maar ook gewoon de goederen werden verkocht. Dus ze hadden nog niet echt een platform voor hun prenten. Overigens werden prenten destijds niet eens gezien als kunstvorm. Het was een soort ambacht wat men deed. Leden van de creatieve Japanse prentvereniging die allerlei verschillende ideeën hadden over wat een creatieve prent nou moest zijn. Uiteindelijk werkten ze wel met z'n allen samen aan de prentenserie die achter mij hangt, 100 verschillende gezichten van Tokio. En voor deze serie werkten ze samen met bloksnijders en drukkers en een uitgever, wat op zich uitzonderlijk is binnen de creatieve prentkunst, zou je kunnen denken. Maar het was eigenlijk helemaal niet zo uitzonderlijk. Dit was eigenlijk iets wat ontstond in de jaren 20 binnen de creatieve prentbeweging, dat je steeds vaker ziet dat kunstenaars dus samenwerken met andere ambachtslieden. En wat zo bijzonder maakt, de 20 prenten die achter mij hangen komen uit een complete set van deze serie, waar er maar 50 in totaal van gemaakt zijn. En u zult ook zien als u de prenten van dichtbij bekijkt dat ze allemaal het stempel 43 hebben. En dat betekent dat dit editie 43 is van de 50. De erkenning komt pas in 1927 wanneer de overheidstentoonstelling Teiten, voorheen bekend als Bunten, creatieve prenten accepteert als inzending voor de tentoonstelling. En dit was best wel een belangrijk punt binnen de creatieve prentbeweging, omdat ze dus eigenlijk de erkenning kregen dat prenten wel degelijk een kunstvorm zijn. Alleen het probleem wat ze ermee hadden is dat de creatieve prenten getoond werden in combinatie met olieverf, westerse olieverf schilderijen. En daarnaast waren ze het ook niet helemaal eens met het met de juryleden die de prenten dus samen met olieverf beoordeelden. Dus het had, aan de ene kant was het een belangrijk punt voor de creatieve prentmakers, maar aan de andere kant waren de meningen een beetje verdeeld over hoe belangrijk het was. Maar die erkenning groeit eigenlijk na 1927 steeds meer. En we zien dat, dat er dus ook meer interesse in het buitenland komt voor deze prenten. En dat is met name door een aantal kunstenaars die zich daarvoor hebben ingezet voor een tentoonstelling in Parijs. De Japanse creatieve prentvereniging eindigt in december 1930, maar verrijst een maand later als de Japanse prentvereniging. En dit had ermee te maken dat heel veel kunstenaars op zoek waren naar erkenning in het buitenland. Dus er waren al zachte plannen om in Parijs een tentoonstelling te organiseren.
Maar de organisatie daar vond dat er meerdere organisaties aan mee moesten doen en onder dezelfde paraplu. Dus in 1931 zijn er een aantal verenigingen die de krachten bundelen voor deze grote tentoonstelling. En de Japanse Prentenvereniging heeft ook zelf tentoonstellingen georganiseerd, waar ook hier een tentoonstellingsposter van is te zien, van de 8e tentoonstelling. En dit was toen in het museum in Ueno. En deze tentoonstelling was gewijd aan werken van twee vooraanstaande creatieve prentkunstenaars. De prenten die ernaast hangen zijn werken die tentoongesteld zijn geweest in Parijs in 1934. En we zien hier dus twee stillevens van verschillende kunstenaars. De bovenste is van Asada Benji. En we zien dus eigenlijk al verschillende stijlen die hier in die prent samenkomen. De prent die eronder hangt is van Onchi Koshiro, van zwarte druiven in een kristallen schaal. Maar daarnaast werden in Parijs ook moderne Japanse vrouwen getoond, zoals in het werk van Asahi Masahide. En wat dus heel erg leuk is, is dat de moderne prenten tentoonstelling die ze daar hebben gehad, eigenlijk een heel divers beeld gaf van Japan. En Asahi Masahide was op locatie aanwezig in Parijs in 1934 om verslag te doen van de tentoonstelling voor Thuisfront, maar ook om alle vragen te beantwoorden van bezoekers aan de tentoonstelling. En in Frankrijk waren de reacties een beetje gemengd op deze moderne Japanse prenten. Het idee was dat de Fransen niet zo goed wisten wat ze ermee aan moesten, omdat een gedeelte vond het wel interessant, maar andere mensen die hadden weer het idee dat de Japanse kunstenaars het Westen aan het imiteren waren. Desalniettemin zorgde de tentoonstelling ervoor dat er toch vraag was in Europa voor een tentoonstelling op een andere locatie. Dus 2 jaar later, in 1936, was er in Genève een tentoonstelling van moderne prenten. En de prenten die hier achter mij hangen van Asahi waren daar te zien, een serie van moderne vrouwen. In de tentoonstelling hebben we expres veel aandacht gegeven aan de moderne Japanse vrouw, omdat zij een geliefd onderwerp was voor de creatieve prentkunstenaars. Dus op de muur achter mij ziet u diverse interpretaties van de moderne Japanse vrouw. Dat kan niet zijn van een Japanse interpretatie van de flapper, oftewel de vrijgevrochten jonge vrouw met kort haar en westerse kleding, maar ook moderne interpretaties van de traditionele Japanse vrouw en hoe zij zich bezighoudt aan haar toilet. De tentoonstelling in Genève daarentegen was eigenlijk niet zo'n heel groot succes, ondanks dat deze tentoonstelling door heel Europa heeft gereisd en Amerika. Deze tentoonstelling was namelijk een soort verkooptentoonstelling en het liep niet zo heel erg goed. In Chicago was uiteindelijk maar 1 prent verkocht van de ruwweg 200 prenten die beschikbaar waren. Dus het leek erop alsof de leden van de Japanse prentvereniging te vroeg op zoek waren naar erkenning in het buitenland. De basis voor internationale erkenning was gelegd met deze tentoonstellingen, maar de kunstenaars hadden nog een lange weg te gaan. Mede doordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak, gooide dat wat roet in het eten voor deze kunstenaars. En eigenlijk de naoorlogse periode zorgde voor een wending. Een hele interessante wending. En hierover zal ik meer vertellen in het tweede deel van deze rondleiding en hopelijk geeft u zich daarvoor op. Voor nu dank ik u voor uw aandacht en als u vragen hebt, zal ik die voor u beantwoorden. Dank u wel.